Dames en heren, welkom bij een gloednieuwe aflevering van No Limits. En in deze aflevering gaan we 3 achtbanen bestrijden tegen het onrecht en het kwaad. En vandaag zijn de 3 achtbanen van Stef Meijer die heeft opgestuurd via de e-mail, Gmail. En de eerste, we hebben keuze uit 3 achtbanen, Disneybaan, Floorless en Frozen. Ik denk dat ik eerst gewoon ga voor de Disneybaan. Ik weet niet wat het is, ik weet niet wat we gaan ontdekken, maar we gaan gewoon kijken wat Stef heeft gemaakt. Stef is altijd heel kieskeurig in de comments van No Limits. Dat merk je heel vaak. Hij is altijd heel erg nauwkeurig, kijkt hij de achtbanen. En hij heeft best wel wat kritiek af en toe. Maar dat mag wel dat er iemand is die daarvoor zorgt dat die kritiek komt op comments. En dit is dus de Donald-baan. Of de Disney-baan. Ik ben heel erg benieuwd. Het is blauw met roze. Hij heeft leuke kleurtjes gemaakt. En het ziet er wel gaaf uit. Ik had niet echt verwacht wat het moest zijn. Ik weet ook niet. Ja, het is een afschietbaan. Dat weet ik nu wel. En ik zie een reuzenrad en de baan is blauw en loopt helemaal daarboven. Wow! Wordt afgeschoten. En dan gaan we net zo'n looping als in de baron. En we worden nog weer afgeschoten. We gaan omhoog. En dit is een hele soepele baan. Oh, we gaan door het gras heen. Kijk eens even, we gaan weer over de kop heen. Dit is wel heel vet. Ik vind deze wel heel gaaf, heel vloeiend. Stef heeft wel zijn best gedaan zo te zien. Dus ik vind ook dat hij die kritiek mag leveren op de achtbanen. Kijk, als je natuurlijk een flutbaan doet. Ja, dan kan je alsnog wel kritiek hebben op andere banen hoor. Kijk maar naar mij. Zo, nou dit was echt een heel leuk ritje. Wat een leuke achtbaan. Ik vond hem echt super leuk. Dit is dus de Disneybaan. Hij was best wel groot ook. Maar hij had wel lekker de vaart erin. Hij ging ook een gedeelte onder de grond dan. Onder dit gebouwtje, onder dit bergje eigenlijk. Ja, ik vond het eigenlijk een heel leuke, overtuigende achtbaan. We gaan naar de volgende achtbaan, want we doen er altijd 3 natuurlijk. Dat weten jullie inmiddels al als je deze serie een beetje volgt. En dat is Floorless. Nou, het zijn dus 3 achtbanen die hij zelf heeft gemaakt. Hij heeft wel een fout, zie ik nu. Fell not found. Oh jee. Oh jee, fell not found. Gaat het allemaal goed komen? Natuurlijk gaat het goed komen. Zo, de error doen we weg. En volgens mij is er geen vloer onder mij. Volgens mij hangen we echt met de beentjes gewoon lekker. Nee. Hè? Ja, we hangen wel met de beentjes. Oh, wat creepy. Maar de baan is nog steeds onder me. En die ziet er ook uit als een gigantische coaster. Hij is geel, hij heet gewoon Floorless. En het is dus aan jullie de taak om uiteindelijk uit die 3 achtbanen die ik nu bestrijd, tegen het onrecht en kwaad, om dat te beoordelen in de comments welke jij het leukste en beste vond. En het is natuurlijk ook leuk om te melden waarom je het leukst vond. Waarom vond je die achtbaan leuk? Vond je hem gaaf omdat hij vloeiend was? Vond je het leuk omdat er meer misschien verschillende loopings in zaten? Of was die gewoon de kleuren waren gewoon heel erg aantrekkelijk voor jou? Een roze achtbaan. Kijk eens even, dat past bij mij. Nou, de eerste daling hebben. En dan hebben we nog een steile daling met een mooie bocht. Dat is meestal standaard, hè? Wat je ziet. En oh, de bocht gaat heel hard door. Jeetje. We gaan over de optakeling heen. Het is namelijk geen toetakeling, het is een optakeling. Ik zei vroeger ook altijd toetakeling. Maar ja, als je toegetakeld wordt, ja, dat ga ik niet uitleggen. In ieder geval, het is weer zo'n vloeiende baan. Gewoon zo'n lekkere baan. Ik vind hem ook heel gaaf eruit zien. Thematisatie is wel echt minimaal, Stef. Moet een beetje kritisch zijn. Maar het gaat ook wel een beetje om de baan. Maar het uiterlijk ook wel. Oh, even hier wel een plasje water, dat is wel gaaf. En wel aandacht besteed aan de. Oh, leuk dat heuveltje. Tof. Deze was ook gaaf. We gaan naar de laatste achtbaan. En de laatste achtbaan heeft misschien wel de meest commerciële naam: Frozen. Ja, nou, mij benieuwen wat Stef hiervan heeft gemaakt. Frozen. We hebben al eens eerder een Frozen achtbaan gehad. Met het kasteel, met de houtachtbaan. Echt een onvergetelijke achtbaan in mijn ogen. Dat het echt wel heel erg gaaf was. Maar dit is dus weer iets anders, zie ik. En hij gaat dus recht omhoog. Dit is gewoon een heel leuk type achtbaan. Dit vind ik altijd wel fantastisch. En oh, we staan stil. Nou, dit was de baan. We gaan omhoog. Mooi zo. Ik had erop gehoopt dat we omhoog gingen. Maar laten we ook gewoon omhoog gaan. Mooi zo. En heeft een aantal scherpe bochten. Volgens mij zit de snelheid er ook wel degelijk in deze achtbaan. Het zijn dus 3 verschillende type achtbanen die je hebt gemaakt. Geen hout. Misschien dat dit het volgende keer gaat doen. Oh, we gaan naar beneden. Natuurlijk een looping. Die hoort erbij. Oh, we maken gelijk een bocht bij de looping.
Jeetje, wat gaaf. Ik vind de baan ook sowieso heel mooi. En de remmetjes erin. Oh, leuk met die kleuren ook. Van wit naar blauw. Echt heel gaaf. En hier verliest hij wel een beetje de snelheid, merk je. Maar kan je nog wel leuk de dalingen erin halen. Houden. Kijk. Dit is toch fantastisch. Kijk wat een klein soepel baantje. En hij is gewoon fantastisch. Als ik moet stemmen, dan is dit de winnaar. Ja, gewoon omdat het mijn type is. Maar ja, voor hetzelfde geld vond jij achtbaan 1 het vetst van de Disneybaan. Want die vond ik namelijk ook heel stoer. Ik vind deze wel, ik weet niet, hij is wel wat simpeler gethematiseerd. Maar anders zou nummer 1 op de eerste plek staan. Dus het is een beetje een twijfelgeval. Laat het weten in de comments wat jij de leukste achtbaan vond. En dan ga ik ze zeker lezen. Vergeet geen like te geven voor deze attracties die Stef heeft gemaakt. En te abonneren in het midden van het scherm, want het is helemaal gratis. Tot de volgende keer bij een nieuwe No Limits aflevering. Doei!